Nee, maar alles gaat gewoon heel lekker natuurlijk, vind ik. Ja, dat, ja. Ook grenzen aangeven is natuurlijk. Ja, ja, dat vind ik ook hoor. Ja. Ik vind dat, het wordt dus onnatuurlijk als je voelt dat je moet aangeven en je doet het niet. Ja. Of omgekeerd. Ja. Nou, dan is het ook onnatuurlijk. Ik durfde dat nooit, hè, om het aan te geven. En dan ja, bleef maar, ik. Maar en nu wel. Van binnen kookte ik dan. Of oh, krampje. Dan ontploft er iets, hè? Dat is zeer ongezond en onnatuurlijk. Ja. En het is ook niet egoïstisch, want dat denken sommige mensen dat ook wel eens. Als je grenzen aangeeft, ja, maar denken ze om die ander. Nou. Nee, je moet eerst gewoon je eigen grenzen aangeven. Het is niet egoïstisch, maar het wordt niet altijd op prijs gesteld. Nee, dat klopt. Dat kan ook als een afwijzing gevoeld worden. Oh, ga je om 3 uur al weg dan? Ja. Dan zeg ik, ja, ik ga weg. Waarom? Ja, nee. Omdat het precies zo voldoende is. Ja. En dat zou... Maar die afwijzing ontstaat omdat ze zelf negatief interpreteren. Ja, nou ja... Nee, of, ik vind het prima als iemand dat zegt. Of misschien wat we niet gewend zijn, hè? Dat kan ook nog. Kan ook. Om dat te horen. Ja, nou, in ieder geval projecteren we meestal er lustig op los. Ja, dus, want dat zegt Hans ook altijd, hè, hoor. Dat we vandaag wel lustig op los geprojecteerd. Oh, oké. Okay. Ja. 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 Nou, dat is ook hout van te voeren. Nou, hij heeft nog karren vrachten voor. Ja, maar er zit wel werk onder, hoor. Al dat hout moet je ook allemaal maar zagen in stukken. En, er zit wel werk onder, John. Want alles wat jij hier hebt, daar heb jij dus... Hoe kom je aan die enorme hoeveelheid eigenlijk? Ja. Ik ben niet te houden, Jan. Je hebt heel veel energie dan, denk ik. Ik heb een zaag in de auto, dus als ik iets zie, dan stap ik... Ik spring gelijk op de rem. En dan ga ik uit de auto en dan ga ik het... meenemen over een stuk van afzagen. Ja. Geweldig. Nou, voor de medepassagiers is dat niet altijd leuk, hoor. Nee, moet je niet altijd handig. Ja. En dat verschijnt allemaal uit het niets. Dat is hier ook. Ja, daar kan ik... Ja, dat zou ik zelf nooit zeggen, hè. Het verschijnt uit het niets. Ja. Ik vind het, nou ja, een metafoor, hè. Het niets. Maar ik vind het wel mooi, hoor. Ik hou er wel van. Ik vind het meer poëzie. Is het ook. Is het ook, tegelijkertijd. Want je, van het niets kun je geen object maken. Nee. Ik wil het graag zo praktisch mogelijk houden. Hè? Want anders zo klein mogelijk. En dan? Want anders begrijp ik het niet meer. Dan ga ik het soort... Maar dan wordt het te abstract? Ja, dat wordt een theatrale uitvoering. Zo bedoel ik het. Nou, ik kan wel één voorbeeld noemen over hoe iets zomaar vanuit het niets ontstaat. Nou, vertel. Maar dat is wel heel persoonlijk. Dat is, en dit is voor mij in mijn geheugen gegrift, als het ware. Oké. Het heeft te maken met demonstreren, wat ik ook gedaan heb in de coronatijd. En ik stond voor het Tweede Kamergebouw en ik zag de brede politie... langs rijden, dreigende sfeer. Ging weer even later terug, omdat ze liepen weg, de paarden, omdat ze werden uitgejouwd door de demonstranten. Even later kwamen ze weer terug met meer ME'ers. En toen begon het feest. Het straatje naast de Tweede Kamer werd lustig op los geknuppeld. En ik stond daar iets van 15 meter vanaf of zo, vlak onder mijn neus. Ik zag het voor me gebeuren. Ja. En dat had zo'n raar effect op mij, want ik zag in het straatje waren de mensen die uit hoofden van hun functie gingen knuppelen. Mm-hmm. En ik zag degene die uit het hoofden van het feit dat ze toevallig waren in dat straatje, de knuppelslagen in ontvangst nemen. En dat was in één ruimte. Dat gebeurde volledig... mensen hadden rollen, mensen hadden ook gevoelens en het is absoluut naar om een klap te krijgen. En tegelijkertijd was het goddelijk. Er was een soort stilte waarin dat geweld zich voltrok. En er was zowel het geweld als dat wat er volledig vrij van was. Allemaal gelijktijdig. En in mijn eigen lichaam was het helemaal stil. En ik had een bordje bij me met mijn leuzen.
Ik was deelactievoerder in het spel en ik was tegelijkertijd dat geheel wat het ziet, was zo duidelijk. En op een gegeven moment, ik zag als in een torero, bij stierenvechten. Ja, ja. Ik voelde gewoon, mijn lichaam ging vanzelf een paar stappen naar achter. Om niet in het schootsveld van de knuppel te komen. Ja. Het was compleet organisch. Compleet vrij. Dus ik raakte mijn mededemonstrant op een gegeven moment kwijt. Maar ik voelde me in een soort diepe stilte van binnen. En ik raakte ze kwijt. En ik zat even later op een bankje. Midden in de stad, in Den Haag. Op een bankje. En daar zag ik daar kinderen bellen blazen. En ik zag duifjes gewoon wat pikken van de grond. Oh ja. In diezelfde onbegrijpelijke speelse stilte. Gewoon lichtvoetig. Ja, dat was voor mij zo belangrijk. Ja. Dan kun je zeggen van als dat zo is, waarom zou je nog actie voeren? Maar juist wel. He, want dat actie voeren is onderdeel van. Het staat allemaal naast. Ja, dus je kunt het nooit uit elkaar gaan splijten. Ja, 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 klopt. Het was zo'n ontzettende eye-opener voor mij. Daarna was ik veel minder bang om klappen te krijgen. Ik ben altijd uit de klappen gebleven, laat ik het maar zo zeggen. Maar ik voelde die puurheid waarin alles zich ontvouwt. Dat was voor eigenlijk bijna een spirituele... Eenheidservaring? Ja, terwijl ik politiek actie voerde. Ja, 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 ja. Weet je wat ik op associatie heb? Dan ken je Joannika Ring? Dat is een die heb ik wel eens gezien. Die woont ook ergens aan de Maas in Brabant. Maar goed, ze had een hele grote boerderij op met rieten dak. Dat is dus in brand gevlogen. En toen zei ze ook zelf achteraf, het was een prachtig vuur. Ik heb genoten. Die zeiden mensen ook wel, hoe kan je dat nou zeggen? Maar zij zag gewoon de schoonheid en de kosmische orde, zag ze daar eigenlijk. Tijdig. Maar dat zat niet te verzinnen, dat meende ze gewoon. Ja. En ze was ook heel niet verstreekt ervan of zo. Fantastisch. Maar inmiddels heeft ze weer een prachtig nieuw huis, want het geld van de verzekering. Oh ja. Dus ja. Ja, fantastisch als je dat kan. Geweldig. Ja. Maar je kunt er niets uithalen ook, hè? Dus als iemand een klap krijgt, je kan dus niet zeggen van, alles is toch één, dus waarom zou je nog pijn hebben? Snap je? Ja, nee, degene die de klap incasseerde en bij wie dat verhaal ook paste van dat het heel hard aankwam, die voelde zich daar natuurlijk afschuwelijk in. Dus ook die werkelijkheid is, hè? Dus het is niet zo dat er ook maar iets uit te halen is. Ja. Je kan niks uit de eenheid. Nee. Ja. Nee, dus het is ook niet zo. Daarom ben ik ook voor het zich laten ontvouwen van alles wat je nog te zeggen hebt of alles wat je te actie te voeren hebt. Dat hoort erbij. Ja, dan moet je het gewoon doen. Ja. Dat Arjuna-verhaal van de Bhagavad-gita vind ik daar heel mooi in. Oh, ja. He, dus die had helemaal geen zin om zijn eigen familie aan te vallen. He, die Pandava's of weet ik veel. En die had een heleboel weerstand. En die op een gegeven moment kwam Krishna en die hem gewoon... Jij moet wel strijden. Hè? Want de vruchten van de strijd zijn niet aan jou. Ja. Het is... Het lichaam strijdt. Het gaat volop in de actie. Volop mee. Volop erin. Maar het resultaat is niet aan jou. Jij zit niet werkelijk aan de teugels. Ja, dat vind ik nog steeds een hele mooie metafoor. Ja, fantastisch. Hele mooie en hele diepzinnige. Arjuna, ja. Ja, en dat voel ik ook echt zo, dat het klopt. Ja. Dus alleen maar ascetisch leven is de boel afknijpen. Nou, ik weet niet voor degene die... Tenzij dat die leuk voor je is. Ja. Nou, weer niet. Voor mij zou het niet passen. Ja, nee, voor jou niet, maar voor een ander wel. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Dus dan, het staat miljarden vormen toe. En jij bent nieuwsgierig naar miljarden vormen. Ja, ja, ja. Dat merk ik aan je. Ja, ik ook hoor. Of het universum wil dat zelf ervaren in overmanifestatie. Ja, dat denk ik ook wel. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja.